Goedenavond. Ja, dit is echt oud. Ja. Licht met een G. Ja. 1891. Stink kapot, man. Tering. Ja. Hoeveel? 1891. Overleden. Ja. Ja. Dat is oud. Ja, ik kan nog wel ouder bij zijn. Meestal beginnen ze achterin, hè? Ik heb ook nog een hoofdlampje bij me. Meter hier net heel even af. Nog een keer. Zal er een ding blijven daar wachten? Zie je iemand aanwezig is. Zou je het groene lampje aan willen raken? Het kastje wat ik in mijn linkerhand heb. We komen hier niet uw rust verstoren. We komen met u praten alleen. Arabisch? Dat is Hebreeuws, schat. Oh, Hebreeuws, joh? Ja, dat is de Joodse begraafplaats. Die op die graven gestaan. Nee, ik zie je begraafd te daar zien. 1823 jaar. Oké. Okay. Heel zo. Hoi. Kijk. Zou je hem heel even los willen laten? Zou je hem heel even los willen laten? Een beetje uit. Je bent heel enthousiast, je doet het heel erg goed. Ze hebben heel even los willen laten. Even wil ik wat vragen stellen. Kunt u twee lampjes laten branden? Dat is weg, opzij bedoel ik. Zou je twee lampjes willen laten branden, alsjeblieft? Ja, dankjewel. Kunt u drie lampjes laten branden? Kunt u dat proberen, alsjeblieft? Drie lampjes. Bent u daar nog? Ja? U doet het hartstikke goed. Nog een keer? Drie lampjes. Ik wil afspreken twee keer voor ja, drie keer voor nee. Bent u een man? Bent u daar nog? Nee. Ik heb geen zin erin. Nee. Ik vond het heel interessant. Oh. 18, 3. Wacht. Ja, bent u daar weer? Drie keer. Vier keer. U doet het heel goed. Kaartje melden. U bent geen man. Kunt u weer uitdoen? Alsjeblieft. Even uitdoen. Even los wil laten, een stukje terug wil gaan. Gaan de lampjes weer uit. Lichtje. Ja. Weet hier iets, maar. Oké. Okay. Bent u een man? Twee keer voor ja. Twee lampjes voor ja. Drie lampjes voor nee. U bent een man. Ligt u hier begraven? Twee lampjes voor ja. Drie lampjes voor nee. Ja? Nee, u ligt hier niet begraven. Oké. Okay. Erg sterk. Bizar, hè? Zo. Ja. Dat is wel heel bizar. Dat is ja. Ligt hij hier links voor mij begraven? Twee voor nee, twee voor ja, drie voor nee. Hij ligt hier links begraven. Oké. Okay. Vindt u dat ik hier rust verstoor? Ja? Nee. Oké, okay, dank u wel. Dank u wel. Moet je hem even uitdoen? Even een stapje terug, alsjeblieft. Ja, dankjewel. Oké. Okay. Vindt u het leuk om met ons te praten? Vindt u het leuk met ons te praten? Oké. Okay. Krijgt u vaak bezoekje? Nee?
Oké, dankjewel. Dus je vertelt onze aanwezigheid wel op prijs? Nee? Nee, oké. Wilt u dan weer weggaan? U wilt weer weggaan? Oké, dan gaan we weg. Bedankt voor uw tijd. Tot ziens. Eentje laten branden. Eentje maar. Dankjewel. Ja, alle drie. Dan afspreken, één lampje is ja, twee lampjes is nee. Ligt hij hier begraven? Dat is duidelijk, dankjewel. Ik loop momenteel een camera mee te draaien. Als je daar in de buurt van praat, zouden we eventueel je stem kunnen opvangen. Ben je een man of een vrouw? Eén lampje voor een man, drie lampjes voor een vrouw. Een vrouw, dankjewel. Als het goed is, ligt hij al heel lang, hè? Nee. Bent u jong of bent u oud? Eén lampje voor jong. Of oud, drie lampjes. Jong, oké. Eén lampje is blond haar. Twee lampjes is rood haar. Drie lampjes is donker haar. Kun je me vertellen wat voor haar? Donker haar. Oké. Leg je man ook hier? Niet. Kun ik alle lampjes uitdoen? Nee, wil je dat niet? Ben je blij waar je nu bent? Eén lampje voor ja. Drie lampjes voor nee. Duidelijk niet. Kunnen je ergens mee helpen? Eén lampje voor ja. Drie voor nee. Niet. Wil je dat we weggaan? Eén lampje voor jou, drie lampjes voor nee. Nou, dat was wel duidelijk, ja. Wil je verder nog iets vertellen? We hebben eventueel een apparaat waar je mee je stem op zou kunnen nemen. Dus als je dat leuk vindt, dan is één lampje voor jou en drie voor nee. Nee, ik wil iets duidelijker. Iets langer op de een laten staan als je echt wil. Nee, oké. Zal ik je met rust laten? En, wil je wel bedanken? Oké.
1 lampje voor stoplijn, 3 lampjes voor doorlopen. Is dat goed? Oké. Okay. Dan laten we afspreken 1 lampje voor ja en 3 voor nee. Ben je een man? Ja, oké, okay, dankjewel. En een wat oudere man die hier gestorven is? Oké, okay, dankjewel. Zou je eventueel voor de check 3 lampjes kunnen laten branden, alsjeblieft? Wil je dat bestoppen? 1 lampje is voor ja, 3 is voor nee. Duidelijk. Oké. Okay. Bent u aan ouderdom gestorven? 1 voor ja, 3 voor nee. Van mee. Bent u overleden door een ziekte? Ja. Oké, okay. Dankjewel. Zijn er nog wat vragen, Kim? Bent u overleden aan de pest? Van mee. Was u getrouwd? Wanneer was er nou in dat stadhuis? Was niet getrouwd. 1 lampje voor ja als je getrouwd was. En 3 voor nee. Ja. U was getrouwd. Ja. Dan gaan we luisteren dat u getrouwd was. Ligt die vrouw hier ook? Die ligt hier ook. Oké, okay. Dat moeten we dan zo even gaan checken. Ik heb nog niet echt naar de stenen gekeken hier rondom. Ligt u bij 1 van deze 3 stenen begraven? Ja. Zou je nog een keer 3 lampjes willen laten branden? Drie lampjes. Niet 3 keer. Ja. Oké, okay, dankjewel. Kunt u ons zien? 1 lampje voor ja, 3 voor nee. 2 lampjes. Nou, ik bedoel dat u de 3 geeft. Extra bevestiging, dan moet hij maar moeite doen. Ja, maar 1 lampje is wat er nu al brandt. Ja, dan gooit hij hem uit. Alsjeblieft. Ja, dat was hem. Dat was hem. Dat snap ik even niet. Als hij nou zo 1 keer zo knippert, dan zijn dat toch 2 lampjes? Ja, dat zijn 2 lampjes, ja. Ja, K2 reading? Ja. Lamp uit. Mag ik even?
Kruis leeg. Zo, dat is raar. Net had ik nog 17 minuten, nu 20 minuten. Hij gaat omhoog. Nou, in ieder geval. Waarom doe je boosboek? In ieder geval bedankt. Maar je weet wel, dat waren een man en een vrouw. Meneer en mevrouw, bent u hier? Dus voor je veel enthousiast, hè? Ik ben erg benieuwd wie u was eigenlijk. Ik vond het heel leuk ook om met u te praten. Ik vond het heel bijzonder. Dat we zijn weer teruggekomen. Ik kom helemaal uit Rotterdam. Het is 12 uur met u te communiceren hier. Zijn de doosjes een beetje vreemd voor u? Maar ze is uit onze tijd. De tijd is vooruit gegaan. De middelen zijn vooruit gegaan. Dus de dingen die voor u heel vreemd lijken, die zijn voor ons heel normaal. We zijn hier ook niet om u kwaad te doen. Dat willen we niet. Dat kunnen we niet. Zou je ons een teken willen geven? Zou je een geluid willen maken voor ons? Maar dat kan ook erin zijn. Ik hoor daar iemand achter je lopen. Goedenavond. Komt u er gezellig bij? We doen u geen kwaad. We hebben een paar voor u misschien rare kastjes meegenomen. Dat we hier niet kunnen zien of horen. Door middel van die kastjes kunnen we wel met u communiceren. Het is geen tovenarij of hekserij. Het is iets uit deze tijd. Raakt u net mijn hoofd aan? Zou je een van de kastjes aan willen raken? In plaats van mijn hoofd. Te moeilijk om een kastje aan te raken. De vorige keer vond hij het wel te moeilijk. Toen vroeg ik van, kunt hij één of twee lampjes laten branden? Toen zei hij, het is te moeilijk. Nog een ander kastje in mijn zak, dat heb ik net ook al aangezet. Dat het kastje wat herrie maakt. Zou je het dan even willen proberen?
Zie je, ben je ons aanwezig? Wat is uw naam? Goedenavond, mijn naam is Daniel. Kunt u dat herhalen? Naast me staat mijn vriend Ben. Moet je Ben zeggen? Welk jaar bent u geboren? Kun je draaien wat we doen? Best wel. Zou je best wel? Wilt u zo weer weggaan? Donderop. Zou je donderop? Kanker. Waarom ben je overleden? Kijk, hoe zijn we hier? Zijn je vijf? Waar komt u vandaan? Weet je wat voor jaar het is? Kunt u mij zien? Ja. Dat zeg ik Carolien. Dat zeg ik Carolien. Je overleden aan een ziekte. We hebben een ouderdom. Fijn waar u bent.
Heel ja, wat ga je? Dat wil ik weg gaan. Boodschap voor mij. Ik wil heel erg bedanken voor je tijd. Spijt me als jullie het weer gestoord hebben. Ja. Gaat het goed?